Je ziet met name nu dat de nieuwbouw die hier gerealiseerd wordt, heel veel kleine appartementen zijn voor jonge starters op de markt en vooral ook buitenlandse studenten en expats. En dat er eigenlijk weinig rekening wordt gehouden met woningbehoeften, maar ook de behoefte aan voorzieningen die past bij de bevolking in dit stadsdeel. Dan hebben we het hier over het stadsdeel Nieuw-West. Deze naoorlogse stadsuitbreiding kenmerkt zich door open strokenbouw en heel veel groen. Maar ook de laatste decennia door sociale onrust en daardoor verloedering. In 2000 werd daardoor ook begonnen aan een grootscheepse stedelijke vernieuwing die ruw onderbroken werd door de bankencrisis tussen 2007 en 2011. Welkom bij Bouwwoon leeft in het Nieuw-West anno 2022. 20 jaar lang is hier ongelooflijk veel gebouwd, nieuw gebouwd, getransformeerd en gerenoveerd. Dat heeft ruim 25.000 woningen opgeleverd. Kun je nagaan, dat is ongeveer Leidse Rijn, de Vinex-wijk bij Utrecht. Heel veel woningen. Nu is er een nieuw masterplan in de maak. Dus dan wordt het dus tijd om te kijken wat heeft die afgelopen 20 jaar opgeleverd. Hè? Wat heeft het Nieuw-West gegeven? Wat zijn de goede en minder goede voorbeelden voor de toekomst? Tijd om de balans op te maken. Die balans maken we op met geboren en getogen Nieuw-Wester Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de leefomgeving en als stedenbouwkundige betrokken geweest bij de stedelijke vernieuwing van begin deze eeuw. Toen nog 90% van de woningvoorraad in Nieuw-West uit sociale huur bestond en er veel sociaal-economische spanningen waren tussen groepen bewoners. Hoe gingen ze in die tijd te werk? Nou, ze zijn eigenlijk op zoek gegaan naar waar zitten die spanningen dan. En dat bleek dus vooral in die sociale woning te zitten. En misschien nog wel specifieker, vooral eigenlijk in de portiekwoningen. Waar je eigenlijk met z'n zessen of met z'n achten op een portiek leeft. En als er dan allemaal verschillende leefstijlen door elkaar zitten, dan kan dat tot veel spanningen leiden op het portiek en ruzie. En toen is er echt letterlijk bijna een kaart gemaakt van de Westelijke Tuinzijde, waar alle portiekwoningen zijn ingekleurd als de plekken waar ingegrepen kon worden. En dat waren ook precies de plekken waar de woningcorporaties hun bezit hadden. Dus van twee kanten was dus veel slagkracht om met de gemeente en de woningcorporaties aan de slag te gaan. Die kaart met die rode kruisen kwam op tafel. En vervolgens is men ook echt met plannen aan de slag gegaan. En op veel plekken werd ook al gesloopt. Maar de nieuwbouw, voordat die op gang komt, duurde wat langer. En toen kwam die crisis. Toen het net op gang begon te komen. Dus wat je vervolgens zag in de Westelijke Tuinzee, was dat op heel veel plekken de vernieuwing stil viel. Panden al ontruimd waren, maar leeg bleven. Of plekken die gesloopt werden. En dat heeft echt wel geleid tot een enorme klap, ook voor de mensen die bleven wonen in deze wijken. Want eigenlijk de toekomst die beloofd was, ja, die kwam niet. Toen de crisis voorbij was, toen zag je dat er ook eigenlijk in de woningmarkt heel veel veranderd was. Dus was de aanleiding eerst vooral de vernieuwing van het sociale cement van de wijk. Na de crisis groeide de populariteit van de stad en was er eigenlijk ook een opgave om meer woningen te gaan bouwen dan er eigenlijk stonden. Dus de vernieuwing is niet begonnen met verdichten, maar na de crisis werd verdichten steeds belangrijker. Als je zeg maar die vernieuwing doet in de Westelijke Tuinzee, zoekt iedereen eigenlijk naar ruimte om woningen te bouwen. En dan zijn eigenlijk alle plekken waar geen woningen staan, zijn heel aantrekkelijk om te gaan bouwen. Want dan hoef je geen woningen te slopen. Dus overal waar winkels zijn of schooltjes zijn, zegt iedereen, ach, nou, laten we daar maar gaan bouwen, dat is lekker makkelijk. En deze plek was ook zo'n plek, maar dan ben je wel alle winkeltjes kwijt uit je buurt. En dit zijn niet de belangrijkste winkeltjes waar je een pak melk kan kopen. Maar voor de sociale en economische situatie in die buurt kan zo'n winkelpleintje heel veel toevoegen. Dus ik ben heel blij dat hij gebleven is. En is dat ook bijzondere architectuur, dit wat we hier achter ons zien? Het is monumentaal. Dus dat was ook mijn pleidooi in de tijd dat ze het wilden slopen. Want, voor de Westelijke Tuinsteden is het heel kenmerkend dat je overal van dit soort winkelpleintjes hebt. Van die glazen doosjes en zo'n luifeltje erboven. De meeste zijn weg, maar hier hadden we er nog één. En ze zijn prachtig gerenoveerd. En dan hebben we het Slotervaartziekenhuis daarachter. Daar zijn ook allemaal plannen voor. Hoe gaat dat met die buurt communiceren, denk je? Ja, dat is heel spannend. Ik denk dat dat eigenlijk wel een van de grootste, nog niet opgeloste puzzeltjes is in de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden. Dat je die hele grote voorzieningen, zoals een ziekenhuis of een school, vaak een beetje losstaan van de buurten. En je heel graag wil dat die beter met elkaar verbonden worden. En in de praktijk is dat de afgelopen 50 jaar niet goed gelukt. Dus ik hoop nu dat met name het Slotervaart echt een soort stadszorgpaleis wordt. Waar deze buurt ook echt wat aan heeft. Dat zorgpaleis gaat er komen. In het hoofdgebouw komen zorgwoningen, een zorgonderwijsinstelling en een zorgcentrum. Maar er komen ook woningen om het gebouw heen.
grote vraag is, hoe gaat dit gesloten bastion zich openen naar de buurt? Het Slotenvaart stond vroeger aan de rand van een weiland en aan de rand van de stad toen het gebouwd werd. Maar intussen, als je vanuit de hemel naar beneden kijkt, dan is Slotenvaart eigenlijk midden in de stad terechtgekomen. De stad is er omheen gebouwd. En wat houdt de integratie van de Slotenvaart of de aansluiting van de Slotenvaart met de buurt nog een beetje tegen? Dat is een hele fysieke. Dat is eigenlijk, zijn dat de laagbouwdelen van het gebouw. En dat kan ik hier het beste laten zien. Het is een beetje een Lego-maquette, maar is wel heel duidelijk. Als je de laagbouwdelen weghaalt, dan zie je wat er gebeurt. Dan blijft er een fantastisch kruisgebouw over. En je ziet dat als je die barrières weghaalt, letterlijk fysiek, dat de verbinding met de buurt er onmiddellijk is. Dus als jij straks, als je aan de overkant van de Johan Huizingalaan woont en je kijkt naar het kruisgebouw, dan zie je letterlijk de ingang liggen. Ja, dan is het uitnodigend om er naartoe te gaan. Komen er ook woningen bij? Jazeker, want die laagbouwdelen, die halen we natuurlijk niet voor niks weg. Het is maar 2 lagen hoog, het bezet eigenlijk vrij veel ruimte. En die ruimte is hartstikke hard nodig voor de stad Amsterdam, voor woningen. En dat gaan we ook maken. Ongeveer 700-800 woningen op het terrein, rondom het kruisgebouw. Maar met behoud van goed zicht op de ingangen van het kruisgebouw. We gaan het dus niet meer afsluiten zoals het vroeger was. En dan realiseer je dat hier per dag misschien wel 5.000, 6.000, 7.000 mensen per dag werken. En straks ook ongeveer 1.500 woningen staan. Dus echt een stuk stad en onderdeel van Amsterdam. Waar ook een stuk stad bij is gekomen, is op het voormalige sportpark Jan van Gaal. Laan van Spartaan heet het. En het hart van het sportpark van toen is het hart van de wijk van nu. Deze buurt heeft een hele hoge dichtheid. Dus er zijn hier veel woningen op een klein oppervlak. En je ziet toch dat het niet alleen maar flats zijn geworden. Het is ook gelukt om eengezinswoningen op de grond te maken. Het is gelukt om een grote school in te passen. Er zijn winkels bijgekomen. En ook een paar hoge torens. Dus eigenlijk is er van alles wat. En dat vind ik een mooi bewijs dat verdichten niet hoeft te leiden tot alleen maar hoogbouw. Maar verdichten eigenlijk kan leiden tot heel veel woonkwaliteit met heel veel verschillende soorten woningen. Maar ik zelf vind er wel dat er een spanning zit tussen een stedelijke functie, wat een sportpark is, waar iedereen uit de hele regio naartoe komt op zaterdag en zondag om wedstrijden te spelen, en de rust van zo'n woonwijk. En als je kijkt bijvoorbeeld naar Amsterdam-Zuid met het Olympiaplein, dat is ook een sportpark midden in de stad, maar die ligt echt tussen buurten in, terwijl deze ligt midden in de buurt. Dus ik zou heel erg jullie aanraden aan de bewoner te vragen hoe die het eigenlijk vindt dat er een sportpark in je woonwijk zit. Wonen op een sportveld, dan focus je dus puur op één element van het hele wonen. En ik moet je bekennen, het is best leuk om op zaterdag en op zondag de scheidsrechters hun commentaar te horen geven. Het komt zonder storing, komt het binnen. Dus je zit er eigenlijk live tussen. Het is gewoon afwisselend en boeiend om te zien. Is het echt een buurtje geworden? Binnenterrein is van ons allemaal, dus iedereen kan daar naartoe gaan. Ik moet bekennen dat de torens dat wat minder doen dan uiteraard de mensen die eraan wonen. En die zitten altijd buiten. Die hebben ook een dakterras, zoals je ziet. Daar zitten ze nooit. Ze zitten alleen buiten. Hun kinderen rennen hier naar buiten en pakken hun speelgoed op. Dat ligt, zoals je kunt zien, verspreid over het hele binnenterrein. Nou, een trampoline. Het gaat gezellig. Af en toe een feestje, wat drinken. Heerlijk. Naast nieuwbouw zijn er hele stukken Nieuw-West behouden, zoals hier in Geuzeveld. Dit komt wel heel dicht in de buurt van zoals de westelijke tuinsteden ooit ontworpen zijn. Het enige verschil is dat vroeger dit soort binnenhoven openbaar toegankelijk waren. En nu zie je dat er een hekje omheen staat met een haag, waardoor het duidelijk is wat van de woningcorporatie is en wat van de gemeente is. En deze speelplek is van de gemeente en het groen hierachter is van de bewoners en de woningcorporatie. Dat liep vroeger allemaal door elkaar heen en dat willen we tegenwoordig wat helderder hebben. Hier is best veel gedaan, alleen je ziet het niet. Dus in tegenstelling tot heel veel andere buurten was de kwaliteit van de architectuur en vooral de architect, de grote naam van de architect, zo sterk dat men eigenlijk niet durfde te praten over sloop. Deze wijk is ontworpen door Dudok en eigenlijk is dat een van de weinige architecten uit de wederopbouw die zeg maar een architectuur had die niet heel modern was en nog meer paste ook bij de klassieke architectuur van de voor de oorlog.
Dus als je hier door deze buurt loopt, was het voor eigenlijk iedereen zoiets van ja, dit is een prima buurt. Want hij ziet er mooi uit. Maar er is hier best veel gebeurd. Want als je goed kijkt, zie je dat er een zolderverdieping bijgebouwd is. Dus dit is een heel vroeg voorbeeld van optoppen. Naast renoveren en optoppen wordt er ook nieuw naast oud gebouwd, zoals in het hart van Nieuw-West, het Osdorpplein. Midden op het Osdorpplein, bij de fontein, waarom is dit zo'n bijzondere plek? Dit is een van de weinige stukjes op het Osdorpplein die nog over is van vroeger. Gewoon de plek waar iedereen wel op een of andere manier een binding mee heeft. Het Osdorpplein is van oudsher het centrum van Nieuw-West. Maar de gemeente Amsterdam heeft nu ook aangewezen als een van de nieuwe centra van de stad. En je ziet nu een spanning ontstaan tussen van willen we hier nou een plek maken die voor de stad is of een plek voor Nieuw-West. En dat lijkt heel makkelijk met elkaar te verenigen, maar in de praktijk is dat best moeilijk. Dus je ziet met name nu dat de nieuwbouw die hier gerealiseerd wordt heel veel kleine appartementen zijn voor jonge starters op de markt en vooral ook buitenlandse studenten en expats. En dat er eigenlijk weinig rekening wordt gehouden met de behoeften, woningbehoeften, maar ook de behoefte aan voorzieningen. Die past bij de bevolking in dit stadsdeel. Als het aan Mohammed Madi ligt, gaat dat niet gebeuren. Hij gaat met El Hijra, Centrum voor Arabische Kunst en Cultuur, een uitwisselings- en ontmoetingsplek maken in het verhalenhuis dat onderdeel is van een gloednieuw complex op de plek van het oude stadsdeelkantoor. Ik vroeg hem voor wie dat centrum bedoeld is. Het is ook voor iedereen. Is het niet alleen voor de mensen met een biculturele achtergrond, maar eigenlijk voor alle Amsterdammers die ook de Arabische wereld, de islamitische wereld, leren kennen vanuit kunst en schoonheid. En waarom is dat zo hard nodig, Herman? Omdat het er niet is. En eigenlijk is het hoog tijd dat het moet komen. Alle grote steden in Europa hebben een dergelijk instituut. Dus daarom moet het er komen. En dat je ook de Arabische wereld van een andere kant leert kennen. Niet alleen maar van de negatieve items vanuit het 8-uur-journaal. Maar ook van achter mooie, leuke dingen die er gebeuren op het gebied van kunst en schoonheid, die er ook echt is. Wat is de hoop en de vrees voor de toekomst? Mijn hoop voor de toekomst is dat die nieuwe verdichtingsgolf die over de stad, over deze wijken heen gaat, dat die ook veel meer met de bewoners samen wordt opgepakt. Dus wat je wel kan zeggen over de eerste 20 jaar, is dat het wel heel veel professionals zijn geweest die bedacht hebben wat wel goed is voor de mensen in deze wijk. En ik hoop dat de komende 20 jaar ook echt gaan over wat hebben de mensen in deze wijk nodig. Want daar heeft in de afgelopen 20 jaar misschien wat te veel aan ontbroken.